Iris van Hees heeft snel last van te veel prikkels sinds een auto-ongeluk op haar 16e. Dan wordt alles even te veel. Dan wil je alleen maar weg naar huis en het liefst onder een deken kruipen en zorgen dat er niks meer binnenkomt. De een wordt verdrietig door overprikkeling en ander kan zelfs agressief worden. Kan je dan maar niet beter gewoon thuis met een kunstboek op de bank gaan zitten? Dat is toch echt niet hetzelfde, want het ervaren van kunst en cultuur daar waar het is, daar waar het gespeeld of gemaakt wordt, waar het geëxposeerd wordt, dat is zo belangrijk. Iris heeft de Lakenhal tips gegeven hoe een prikkelarm museum eruit ziet. Dan gaat het niet om het aanpassen van een tentoonstelling, maar bijvoorbeeld om het aanbieden van speciale uurtjes waarin mensen die gevoelig zijn voor prikkels met maar een paar andere bezoekers in stilte kunnen genieten van het museum. Iris heeft ons vooral geleerd dat een goede voorbereiding voor mensen die prikkelgevoelig zijn heel erg belangrijk is. Dus we sturen bijvoorbeeld een handleiding toe, voorafgaand aan het bezoek, met allerlei foto's ook van het museum, zodat mensen echt goed weten wat ze kunnen verwachten. En als ze dan het museum binnenkomen, dan proberen we vooral heel veel kalmte en rust uit te stralen, helder te communiceren, flexibel te zijn in behoeftes van mensen en vooral met een hele vriendelijke uitstraling mensen te ontvangen. Juist als je al minder mee kan doen in onze maatschappij omdat je snel overprikkeld raakt, is het des te belangrijker dat je wel toegang hebt tot kunst en cultuur, omdat dat, ja, we weten allemaal hoe goed dat voor je is, ook voor je gezondheid.